Yo, mijn spelen en ik ook vandaag kijk je weer naar een nieuwe aflevering van Pokémon Heart Gold. En vandaag gaan wij de cave. Oh man, ik ben zo'n fuck-up, hè. Ik fuck zoveel dingen op, joh. Dan klik ik op A, in plaats van B, want ik ben gewend. Of ik heb er weinig van tevreden gevoel. Soms zitten, ja, oké, okay, chill. Dus ja, erin. Ja, goed, dat deed ik net ook al, maar toen liep de opnameapparatuur vast. Dat ging space. Hij gooide de lagen door elkaar heen. En dat moet je niet hebben. Want die lagen zijn zo goed. Dus ja, vandaag. Dus we gaan deze grot in. Ik heb net al een beetje gekeken, ik bedoel, er is niks boeiends hier in deze grot. Of niet op het stuk waar ik net was. Dus jullie dat alvast weten. Gorn zit trouwens vooraan, ik vind het hilarisch hoe hij erachteraan zit. Alsof hij wordt meegeslepen. Dus je dus wel leeg. Ja. We gaan hier helemaal omheen lopen. Ik vond het zo dom dat ik het aanwijs, hè. Maar we gaan helemaal om de berg op net heen lopen. En als we dan om die berg heen zijn gelopen, dan zijn wij eromheen. Nee, dan kunnen we langs die gasten met moeten battelen. En ik had fucking repels moeten kopen, maar die ga je niet kopen. Nee, die kan waarschijnlijk gewoon in de stad of zo, weet ik veel. Er was in de stad waarschijnlijk niet te kopen. Ik heb niet eens gekeken of iets moet kopen in de stad. Damn it. Why? Why? Zo, zijn we er langs. Zo. Ja, dit is zo'n scumbag gast die weer helemaal gaat omdraaien. Precies als je langs loopt. Kijk maar, let op. Gewoon naar voren springen. Gewoon zo. Dat is de beste manier die je hebt. Asalea, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Zeker. Ga ik ook vast naartoe. Geen idee wat het is voor stad hoor. Ik bedoel het daar niet van. Maar ik ga er zeker beter naartoe. Zeker beter. Nou, Gordon. Kan je makkelijk hebben. Als je een useful aanval had. Heb je niet. Dus laten we het nu maar over aan Geert. Tijd, dat zou zo slecht, want Galaxy is slechter in steen. Nou, fuck it. Ik bedoel toch, want Geert moet ook getraind worden. Geertje moet ook getraind worden, ja? Erg belangrijk. Ja. It's not very effectief, ja. Jammer. We hebben zo weinig aan Geertje hier, hé. Geertje. Ik vind het een vrouw. Het is een vrouw. Sst. Vertellen. Pokémon. Ik denk dat we een Hooghoed meer hebben. Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat Hooghoed handiger is. Deze gast doet voor Pokémon. 3. Oké. Okay. Eerst mee te leven. Is dit een goed idee of is het een stom idee? Maar het is een goed idee. Dat is veel meer damage. The fans, girl. Curl. Niet girl, maar curl. Een pak. Oh, het is helemaal niet effectief. Ja. Fuck het allemaal weer op. Yes. critical hit. Nou, hij is bijna dood. De multitude maakt het leven zuur. Ik heb geen waterpook of... Je hebt Magikarp, maar dat is telt niet echt als een useful Pokémon. Want het is Magikarp. En ja, bijna. Ik zeg bijna. Bijna. Ah, nice. Finally. Alles 19 XP. Zo weinig aan de eerste tour doet. Switch Pokémon, of course, want we willen hem. Nou, Gordon, die willen we trainen. Ze dus gaat zo voorop en daarna gaan we wel kijken wat handig is. Ik denk dat vuur niet heel handig is. Zou vuur handig zijn? We proberen het. Deze wel echt al het veel hoger level. Die is nog 8. Zijn we voor hem dan nog een keer dubbele zijn level 16 of level 12? Ik ben benieuwd. Rock Polish. Ik ben benieuwd wat dat voor een attack doet. Dus Speed, oké. Okay. We gaan kijken voor Ember. Of doet dat nog pijn? Not very effective, maar alsnog gaat hij voor de helft dood. De attack die we nodig hebben. En twee. Oeh. Tana. Oké.
Oké. Ja, hoe weet je het, hè? Oh, bijna. Ik dacht van. Ja, nou gaat hij naar level 14. Oh, yes, klinkt op Switch. Nice. Ik ben benieuwd hoe sterk zijn laatste Chiyuwa dude is. Het is een chill dude en hij is level 12. 6. Die maak ik zo af, joh. Dat is geen probleem voor een moi. Dat is een fuse aanval. Maar wat doet het? Electric power, ja. Wel, ja, ik heb een elektrisch Pokémon, maar die ga ik niet inzetten. Dat is sowieso wel slecht tegen jou. Logica van sommige NPC's. Snap ik echt voor geen enemy. Nou. Hier hoor. Ja. Done. Hij is wel dood. En dan krijgen we onze eerste Pokémon geëvalueerd. Yes. 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 Onze eerste evoluerende Pokémon. Pam, 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 pam. Wat? Zuko is aan het evolueren. Wow! Nice! Dus we hebben nu een Q-lava. Fucking vet. Ben ik blij mee. Ben ik echt heel blij met Q-Lava, want Q-Lava is sowieso een vette Pokémon. Is het een scumbag trainer? Gaan we gewoon omheen lopen. Nou, kom. Scumbag Zubats tegen. Ik voel dat daar links iets is. Dan moet je zo zeer zachtend. Maar het is niet heel zo van, hey, ga die kant op. We zijn eigenlijk een Pokéball of zo, weet je. Deze is wel cool, maar wil ik hem in mijn team hebben, weet je. Nee, wil ik niet in mijn team hebben. Nee, hoef ik niet. Hij is wel vet. Of niet in mijn team. Huh? Wil jij met mij vechten? Nee, ik wil niet met je vechten. Maar ja, ik moet wel. Ik ben voor je pad gelopen, ja. Weet je, als jullie nou allemaal die rotdrins waar ik niet mee wil vechten met elkaar gaan vechten. Heb en ik geen last van jou. En kunnen jullie vechten. Is dat dus win-win. Oh, Slowpoke. Dat is een interessante keuze. Ik denk dat ik dan toch wel ga voor Pokémon Switch, of course. Als Geert Alex aanvallen komt, heb ik het sowieso gedaan, want voor mij is die water. En. Water misschien. Ik wil een sloop ook vangen. Dat heb ik trouwens nu besloten. Dat ik een sloop ook ga vangen. Snel even opzoeken waar ik die dan kan vangen in dit spel, weet je. Tijdens de battle. Jan, oh man, dan valt hij van in slaap, of niet? Mij valt van Jan in slaap. Dat moeten we niet hebben, want dat is niet echt chill. Ik ben aan de beurt en ik zeg een paar, maar ik zeg nog een poosje steen. Sta je sloop ook! Sta niet op deze last! Waar sta je? Waar is poosje? Dat is wel chill. Ik heb me eens op te letten. Sloop ook. En die, ja. Slowpoke, Well, Tojo Falls, Safari Zone. Dus ook weer zo'n klein limited gebied, man. Damn. Constrict, waarschijnlijk is dat ook weer heel weinig. Oh, ik slaap. Kut, zal ik eens door. Fuck. Dat is niet mooi, hè? Dat is niet mooi. Goed. Hooghoed gaat allemaal fixen. Of hij gaat dood, kan ook.
kan natuurlijk ook, hè. Ik zie hier wel rechts met Gyarados heb ik ongeluk aangeklikt. Maar hij heeft drie verschillende standen waarop ik kan staan. En op eentje, weet je, heb je standaard dingen dus zo. En dat is gedraaid, precies hetzelfde. Maar die derde is best wel vet te houden. En dat heeft allemaal te maken met de stats van de base. Dus ja, vandaar, hè. Vandaar die fiets. Dus ik hoop dat mijn Gyarados de juiste stats heeft voor die. Of mijn Magikarp de juiste stats heeft voor de, dat zo staan. Lijkt me cool. Lijkt me cool. Lijkt me cool. Wat? Ik hoop dat hij nou echt trouwens heel erg dood. Ik hoop serieus dat hij nou dood gaat. Want dan is er meer HP voor die andere over. Hey. Is dat handig? En hij is neer. Of HP XP. Experience points. Ja. Dat is een andere Pokémon. Een grasboom die ik graag wil. En heb je nodig om dat te doen is een Sunstone. Oké. Okay. Een gras Pokémon die ik wel wil. Heb je dus een Sunstone voor nodig om die kunnen krijgen. Want die moet je van evolueren hebben. Hier is de uitgang. Ik voel het. Ja, is het ook. Oh man, zo'n scumbag bezig zijn van. Ja, hij is er bijna. Hij is er bijna. Laat ik eens eventjes in de weg gaan staan. Zo. Nou, check. An awakening. Nice. En awakening zit in een medicine pocket. En in de mes. Oh, het regent hier. Waarschijnlijk water Pokémon. Route 33. Wat kunnen we vinden op route 33? Ik weet het niet. We zullen het vanzelf wel zien, hè. We zullen het vanzelf wel zien. Oeh, hier komt een bitch fight aan. Ik voel het. Hier komt echt een dikke bitch fight aan. Zo van, oh kut, ik fuck het weer. Wie ben jij? Don't. Weet je niet wie wij zijn? Team Rocket. Oh, wow, wow. Oh. La. Wie is het? Hij is wel een heel erge badass. Die zet er nu in de weg en dan moet ik zeker met hem praten of zo. Weet ik veel. Ik ga gewoon met hem praten. Hey. Hi. Ah ja, ja, waarschijnlijk moet ik dan 10 bronnen uitslaan. Uitschakelen in deze stad en dan kan ik het allemaal fixen. Maar dat komt vanzelf wel. Dus dit is het einde van de aflevering. Bam! Suddenly. Wow. Nee. Hoe moet dat nou? Oké. Okay. In ieder geval, vond je een leuke aflevering? Geef dan vooral een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van mij zien? Dan kan je abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik later.